In dit filmpje bekijken we Stockbox 3. Stockbox 3, we werken dus met een aandelenindex, de DAX-index. Dus we kijken naar de aandelen uit één index, dus de 30 aandelen die deel uitmaken van de DAX 30-index. We zoeken naar de stijgers in de laatste 3 maanden. En deze oefening doen we iedere maand. Dus op het begin van iedere maand kijken we naar de sterkste stijgers, de 8 sterkste stijgers op de DAX 30, de 8 sterkste van de 30 aandelen. We vergelijken dat met onze selectie en waar nodig passen we aan. Ze werken voornamelijk long. Dus DAX 30 outperformance, Stockbox 3, 8 aandelen uit de DAX 30 aandelen. We nemen dus de 8 aandelen die het meest gestegen zijn in de voorbije 3 maanden en herschikken maandelijks. Nu kijken we even naar de actuele selectie. De actuele selectie voor box 3 is Deutsche Lufthansa, Continental, RWE, Adidas, Infineon Commerzbank, Allianz en Beiersdorf. Dus deze 8 aandelen worden in portefeuille gehouden tot het einde van de maand en dan doen we de oefening opnieuw en waar nodig vervangen we. Wat is het resultaat van deze box 3 DAX 30 outperformers? We kijken even naar het overzicht. Dit is de oranje lijn, dus deze lijn hier. Die tikt nu af op een 21%, 20,61, wat een mooie outperformance is ten opzichte van de MSCI World. Dus hier een outperformance van een 10%. De DAX op zich is ook mooi gestegen, maar we stellen toch vast dat er een outperformance is ten opzichte van de Wereldindex en ook de DAX-index zelf. Dus box 3 voor wie puur via de DAX 30 in de markt wil gaan en een mooie outperformance op die DAX-index zelf beoogt.